hallo mensen en welkom bij de Tost Event. In deze aflevering ga ik jullie laten zien hoe je een overheerlijke speciale tosti kan maken. De ingrediënten zijn brood, kaas, veel kaas, sambal, ei en vlees. Ik noem het de eitost. Om te beginnen snijden we de korstjes van de boterham af. Maar die korstjes gaan we gebruiken, want korstjes zijn gezond. We pakken er een pannetje bij. En daar gaan we ons eitje in bakken met een korstje. Wat heel belangrijk is dat je jezelf ondertussen vermaakt. Je moet jezelf een beetje, de kok moet genieten, snap je? Wat doe je dan af en toe? Pak je even wat slagroom, die doe je in je mond. Pak wat bakboter, heel belangrijk bij een eitje bakken. Goede bakboter. We hebben onze plakjes boter, we hebben onze korst. We hebben ons flapje. Een tosti zonder sambal is als een vis zonder water. Is als Nick zonder Simon. Een tosti met sambal. Onthoud dat goed. Als je niet van sambal houdt, prima, dan doe je dat niet. We zijn er klaar voor. Dit is het moment van de waarheid. We leggen het korstje in de pan. Zo. Boter zit er nog een beetje in. En nu gaan we een eitje in het korstje doen. Ik hou er enorm van als mijn eitje gewoon lekker kapot is, dus gaan we hem gewoon doorbrengen. Dan is het nou tijd om de kaas erop te gooien. Dat moet je natuurlijk wel een beetje op tijd doen, want die kaas moet gaan smelten. De meeste mensen eten tosti met ham, maar smaakt helemaal nergens naar. Ik gebruik peperservelaat. We pakken even een... Ik zou niet weten hoe het heet, dit ding. Nou gaan we ons dekentje op de tosti leggen. Let op. Wat we nu gaan doen is, we gaan hem omkeren zodat je een lekkere geroosterde boterham krijgt. Hopsakee. Nu wordt het brood dus lekker geroosterd aan de andere kant. Heerlijk. Dit mag ook niet te lang blijven liggen. En nu is het tijd om dit pareltje te gaan eten. Maar wat hoort er mijn tosti van Dylan? Curry! Dit is geen reclame. Maar deze curry is wel echt fucking lekker. Ja, dit is heel goed mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ga zelf een lekkere eitosti maken. En stuur jouw eitosti foto op naar mijn Twitter. Mensen, ik ga verder eten. Later! In deze aflevering laat ik jullie... Dat was wel heel heftig. Het is echt een dag. Nou.